Ik loop vandaag mee met misschien wel de belangrijkste mensen in Nederland. De mensen die in de zorg werken. Bij actief zorg ben ik vandaag. En nee, ik ga niet zeggen dat ik heel benieuwd ben, want dat zeggen bijna alle presentatoren. Dus ik zeg gewoon, kom, ga mee. Is leuk. Hallo. Hey. Amy. Tim, aangenaam. Welkom. Ja, dankjewel. Waar zijn we en wat doe jij hier? We zijn in Hendrik in de Ambacht. Mm-hmm. En we zijn bij Actiefzorg. En Actiefzorg is een thuiszorgorganisatie. Ja. En wij verlenen eigenlijk alles met vanaf thuishulp tot aan wijkverpleegkundigen. Oké. Dus als je kijkt, en wat voor mensen werken hier allemaal dan? Ja, heel erg verschillend. Je hebt echt mensen die zorggericht zijn, mm-hmm. dus zorgopgeleid ook zijn. Okay. Dus bijvoorbeeld tot verzorgende IG, tot wijkverpleegkundigen. We hebben mensen in de begeleiding, mm-hmm. die echt de ambulante begeleiding bieden. En mensen in de thuishulp. Okay. Dus die verzorgen eigenlijk de huishoudelijke ondersteuning. En is het makkelijk of moeilijk om mensen te krijgen voor mensen hier in de zorg? Ja, het is vrij moeilijk. Oké. Ja, er is heel veel vraag naar zorgmedewerkers. Er staat natuurlijk hartstikke veel in het nieuws ook. Ja. De vergrijzing is groter. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, mm-hmm. eigenlijk, hè, vanuit de regering. Ja. Er wordt natuurlijk deels opgevangen door mantelzorgers. Maar ja, daar is thuiszorg ook echt wezenlijk belangrijk voor. Ja. En daarin merk je dat er zoveel belangen zijn die mensen uit de zorg nodig hebben. Mm-hmm. De voorspellingen zijn zelfs nu dat 1 op de 4 werkende Nederlanders in de zorg werkzaam moet gaan zijn. Oké, dat is echt minimaal. Nee, om het te kunnen behappen. En qua jongeren, zijn er veel jongeren die werken in de zorg? Ja. Ja, dat zie je gelukkig wel. Mag natuurlijk altijd meer. Ja. Maar dan heb je allerlei, je hebt de instap, dus je hebt vanaf helpende. Je kunt eigenlijk al met mbo 2 heb je een helpende opleiding. Ja. Je hebt verzorgendes, niveau 3. Verpleegkundigen, niveau 4. Mm-hmm. En dan heb je wijkverpleegkundigen. Ja. En begeleiding heb je ook op mbo en hbo niveau. Dus je kan eigenlijk vanaf alle kanten instromen. Ja, zeker. Wat vind je zelf het leukste aan het werken in deze sector? Ik vind het heel erg fijn om mensen die hulpbehoevend zijn, dus mm-hmm. bijvoorbeeld mijn opa, dat die wel thuis kan blijven wonen, dat hij lekker met zijn kanarietjes bezig is, maar dat hij dan door middel van thuishulp, dat hij langer thuis kan blijven wonen en meer ook zelfredzaam is. Wat kan ik vandaag voor jullie doen? Ik ga jou mee naar binnen nemen. Oké. Nee, ik kom niet uit. Nee, wacht, dat klinkt wacht, heel fout namelijk. Ik ga jou mee naar binnen. Ik ga jou mee naar binnen nemen! Ja. Hey, leuk om hier te zijn. Hey, ja. Wat doe jij hier allemaal? Ik zorg hier voor mijn collega's, ook verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden. Die zijn bij de mensen thuis aan het zorgen, helpen met steunkousen, helpen met wassen en aankleden, medicijnen geven, ontbijtje maken, dat doen we allemaal. Ja. Op dit moment is de wijkverpleegkundige dan verantwoordelijk om heel veel administratieve dingen te regelen op de achtergrond vanwege allerlei regeltjes en wetgevingen. Dat is best frustrerend. Maar nu zijn er nationaal afspraken gemaakt over administratieverlichting. Oké, want ik neem aan dat er zijn heel veel mooie kanten aan het beroep, denk ik. Ja. Maar zo'n romslomp, dat lijkt me gewoon minder leuk. Nou, ik heb niet gekozen voor een administratieve baan. Nee. Want mijn collega's zijn bij de mensen, maar ik wil ook naar die mensen. En ik wil ook met mijn collega's bezig zijn. Maar wat ik ook doe, is zorgen dat mijn collega's kunnen werken. Mm-hmm. Dat het geregeld is, dat er spullen zijn die ze nodig hebben. Dus soms doe ik bestellingen. En dus vanuit hier worden eigenlijk een beetje gestuurd, een beetje geregeld. Ja. Een soort producent eigenlijk. Ja, een soort maar dan van. Binnen de zorg, ja. Ja, maar daarnaast komen ze ook naar mij toe met vragen over, ik loop daar en daar tegenaan bij die klant. Ja. Ik vind dat een lastige situatie, hoe kunnen we dat oplossen? Dus jij zorgt eigenlijk een beetje voor de zorgverleners ook? Ja, ja. En je hoort hun ideeën aan en vanuit daar sturen jullie het weer een bepaalde kant ja, op? Ja. Ja, dus we houden elkaar aan het werk zo. Ja. En dat is een nauwe samenwerking. Ja, ja. En over samenwerken gesproken, kan ik nog iets doen?
kan jij nog iets doen? Ja. Nou, misschien is het wel idee om even een koffietje doen en dan even alles door te bespreken. Goedemorgen, Actief Zorg. Hallo Esther, hoe lang duurt het nog tot je komt? Meneer Ooms, het is een beetje uitgelopen bij de vorige klant, maar ze is onderweg en José komt naar u toe. Ja? Oké, ik ga het doorgeven. Dag hoor. Hey José, met Esther. Meneer Ooms belde net, die zit al 10 minuten op jou te wachten. Ik heb gezegd dat je uitloopt, maar hoe ver ben jij? Oké, dus jij bent onderweg. Prima. Oké, succes. Doei doei. Tim? Ja? Meneer Ooms belde net. Ja? Die zit al even te wachten. Oké. José is onderweg. En jij had volgens mij een afspraak met José, of niet? Ja, zeker. Nou, zou je niet een beetje opschieten dan? Ja, dat is een goed idee. Ja, dan ga ik snel daar naartoe. Oké, hey, succes. Ik hoor het wel. Ja. Doei. Oké. Laat uw koffie niet koud worden, meneer Ooms. Nee? Oh, de bel. Ga even open doen. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. José. Tim. Dit is meneer Ooms. Hallo. Ja, Tim. Tim. Hey, hij weet mijn naam. Hoe kan het? Ja. Ik heb gezegd dat je kwam. Echt waar? Ik dacht al. Dus ik ga je helpen? Ja. Oké. Wat kan ik doen? Ik heb zojuist meneer Ooms geholpen met de ADO en nu gaan we ze een ontbijtje geven. ADO? Ja. Wat is dat? We zijn wezen douzen. Ah, oké. Okay. En dus wat kan ik nu doen dan? Meneer, gaan we ze ontbijtje. Noem even zijn tafel. Wat wilt u, meneer, qua eten? Ik heb het net klaargezet, dus... Maar ik kan ook omeletje maken of zo, met spek. Nee joh, dat eet je toch 's ochtends niet? Jawel joh, eiwitten. Nee joh, nee. Superbelangrijk. Meneer eet gewoon iedere ochtend een lekker kwarkje. Kwark, oké. Zal ik het even pakken? Ja? Dan pak ik meneer zijn borrel. Een borrel? Ja. Hoezo? Zijn medicijn. Het is bruin, hè? Dat zie je. Ja, dus gaat de bruin in, het komt de bruin uit. Ja, dat is toch wel mooi. Smakelijk eten. Eet smakelijk. En dan, jouw werk, wat houdt het precies allemaal in? Het is echt heel leuk. Ik ga mensen helpen met wassen, met aankleden. Ik doe verpleegtechnische handelingen, katheteriseren, insuline spuiten. Jeetje. Echt heel erg afwisselend. Ja, maar dat lijkt me dus ook wel leuk, dat het steeds weer iets anders is. Ja. En werk je vaak met dezelfde cliënten ook? We hebben verschillende routes, dus je komt heel erg afwisselend bij andere mensen ook. Okay. Maar het is echt gewoon iedere dag eigenlijk iemand anders. En ongemerkt doe je toch een band opbouwen met mensen. Ja. Dus het is echt heel leuk. En vind je dat ook het leukste eraan? Ja, de afwisseling vind ik erg leuk. Mm-hmm. Het is niet iedere dag hetzelfde. Niet iedere dag dezelfde mensen. En iedere dag gewoon heel erg afwisselend. En ben je dan de hele dag bij zo'n persoon? Of? Nee, meestal beginnen onze, als je een ochtendroute hebt, dan begin je om 7 uur. Mm-hmm. En meestal tot 1 uur of 12:30. Dan ga je eerst, 's ochtends doe je gewoon mensen helpen met wassen, aankleden. En dan 's middags ga je boterhammetje doen, oogdruppeltje, insuline spuiten. En dan ben je 's middags gewoon weer voor je gezin thuis. Oké, okay. Dus je kan het wel goed combineren dus? Ja, en dan 's avonds kan je natuurlijk ook een avondroute hebben. Oh, zo. Dan begin je meestal om 4:30, dan ga je maaltijden verzorgen. Dan ga je insuline ook spuiten. En dan 's avonds ga je de mensen helpen met uitkleden. En wat verwacht je van mij? Ik wil gewoon dat je eens even komt kijken. En dan kan je merken hoe leuk dat de thuiszorg is. Nou, tof. Ik zeg, laten we even een koffertje doen en dan aan de slag, toch? Ja, lekker. Zo, nog even een hapje nemen. Dan zal die Tim eens even aan het werk zitten. Oh, sorry. Tim. Ja? Ik heb wat te doen voor je. Ja, dat ziet er niet goed uit. Zal ik even een doekje pakken? Ja, dat lijkt me een goed idee. Kan gebeuren. Dit hoort er natuurlijk ook bij. Even schoonmaken. Zo goed? Ja. Wel toch? Niks meer van te zien. Dus nou, super. Nou. Hoe is het voor jou om door José behandeld te worden? Het is af en toe wel even schrik als het binnenkomt, want ze is zo lang. Serieus? En hoe lang al komt zij langs? Ik denk een jaar of 3 of zo. Zou misschien een jaartje of 3. En José, wat is José voor jou? Ja, ik ken altijd wel een leuk bobbeltje hebben. Met José. Ja.
We hebben altijd samen een hoop lol, hè? Ja. We hebben echt wel praatje voetbal, praatje van alles eigenlijk. Ja. Voor de kleinkinderen. Dat is natuurlijk wel heel leuk, lijkt mij, als je gewoon al zo lang dezelfde hebt ook. Dat er ook een klik is. En met wat helpt José allemaal? Met wassen en aankleden. Dat gaat een beetje moeilijk met één arm die werkt. Ja. Want wat heeft u precies? Een 7 jaar heb ik gehad. En José die is er dan altijd om u te helpen? Ja, of een ander. Of een ander. Of een ander. Ja. Nou, dankjewel. Ik ga er weer vandoor, denk ik. Oké. Leek het goed? Ja hoor. Super. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het heel leuk om te doen. Ja. Dankjewel voor vandaag. Hey. Tim, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik kom net van meneer Ooms. Ja, hoe was het dan? Ja, het ging goed. En, ik heb hem wat eten gegeven. Hij heeft rustig zijn medicatie kunnen nemen. Oké. En we konden een beetje praten. We hebben het even gehad over de dag. Een beetje kunnen schoonmaken. Dus voor mij ging het wel lekker. Ja. En hoe gaat het hier? Hoe gaat het hier? Ja. Nou, meneer Ooms die staat elke dag in de planning. Oké. Okay. En die gaat ook naar een dagopvang. Dus die staat de ene dag wat later en op de dag dat hij naar de dagopvang gaat, staat hij eerder in de planning. Okay. Mevrouw heeft dat doorgegeven aan ons, dus wij weten dat, vaste dagen en staat meneer vroeger. Okay. Dus zo staat hij in de planning. We kijken wie er natuurlijk naartoe kan. Hè. Heeft de zorg wat niet door iedereen gedaan kan worden. Hè, we hebben verschillende niveaus. Ja. Dan kijken we waar hij in de planning staat en dat hij bij de goede collega komt te staan. Maar we proberen altijd wel zoveel mogelijk mensen op dezelfde route te zetten. Ja. Dus hè, op het moment dat iemand nieuw komt, dan gaan we kijken van nou, hè, wat heeft diegene? Wie kunnen we daar als eerste inzetten? Wie gaat wat goed oppakken? Ja. En daar gaan we mee aan de slag. En wat was voor jou het leukste aan dit werk? Binnen de zorg, binnen deze organisatie? Toch wel het spannende van als je allemaal ziekmeldingen krijgt, hoe je het weer opgelost krijgt. Ja. Ik heb nu voor vanavond nog 2 ziekmeldingen, dus die moet ik nog gaan oplossen. Dat is wel lastig, want die mensen die hebben die zorg ook nodig. Ja, klopt. Ja. Dus daar ga je uiterst best voor doen. Ja. De zorg heeft natuurlijk best wel een soort van beeld, hè, van buitenaf. Mensen denken altijd dat het alleen maar is iemand zijn billen schoonmaken. Nee, maar het is natuurlijk veel breder. Ja, wat zijn bijvoorbeeld dingen waarvan jij zegt van nou, die zijn echt heel anders en echt heel leuk? Het contact met de mensen. Weet je, als je binnenkomt en iemand die heeft veel pijn en die kan jij helpen, al is het soms alleen maar door een praatje. Hè? Want dat is vaak wat mensen ook missen: het praatje, het sociale contact. Ik denk dat dat het mooiste is. Dat mensen dankbaar zijn dat je geweest bent. Dat geeft ook wel voldoening als je dat kan bewerkstelligen. Geeft heel veel voldoening, ja zeker. En voor jongeren, is dit ook echt iets voor jongeren om te doen? Ja, ik vind van wel. Ja. Waarom niet? Ik denk juist voor jongeren. Ik bedoel, je werkt met een heel andere doelgroep. Mm-hmm. En ja, je kan juist het inleven in de ouderen. Want er wordt vaak gezegd van, mijn ouderen. Nee, weet je hoeveel humor die kunnen hebben en hoe leuk die zijn. Meneer Ooms heeft veel humor. Ja, nee, maar dat weet je. Dat ging wel los, hè? Ja, maar dat is echt leuk. Weet je, zeker jongeren. Hartstikke leuk juist. Ja, dan zit je nu te kijken. Ben jij al baas over je eigen toekomst? Ik wel. Misschien jij ook al. Even naar de site. Misschien iets voor jou. Nou, ik kan me goed voorstellen dat het iets is voor jou. Mocht je erover twijfelen, ga even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. En daarop staat alle informatie. Ik ben trouwens al baas over mijn eigen toekomst. Dus ik kies er nu voor om deze kant op te lopen. Deze kant. Ben jij al baas over je eigen toekomst? Goed. Wil je meer weten, wil je meer zien, ga dan even naar www.baasoverjeeigentoekomst.nl en naar de socials op Facebook, Instagram, Twitter, noem maar op, overal staat het. Ga naar de filmpjes, klik erop en like het. Succes. Baas. Zoiets?